Hallo, mijn naam is Ayla Rigouts-Terijn en ik ben professor in de taaltechnologie aan KU Leuven. In samenwerking met VAIA, de Vlaamse AI Academy, heb ik een paar video's gemaakt over taaltechnologie. Vooral over de generatieve AI achter chatbots zoals ChatGPT. Deze video werd opgenomen in december 2023. En ik vermeld dit heel expliciet omdat de technologie zo snel evolueert. Ik hoop natuurlijk dat wat ik zeg wel even relevant blijft, omdat ik focus op de algemene principes, maar zeker wanneer ik voorbeelden toon, kan het zijn dat die al snel wat achterhaald worden. Als taaltechnoloog heb ik het vooral over AI voor taal. Soms zijn er wel parallellen met technologie om bijvoorbeeld afbeeldingen te maken met AI, maar daar ga ik niet dieper op in. In deze reeks heb ik 5 video's gemaakt. Eerst deze inleidende video met algemene informatie over taal en AI. Dan komt er een video waarin ik uitleg hoe we computers leren omgaan met taal en wat taalmodellen zijn. En die taalmodellen zijn dan de basis voor de AI chatbots. Dus in de derde video leg ik uit hoe die werken. De laatste 2 video's die gaan over de gevaren en bedenkingen bij deze technologie en over hoe je die best gebruikt. Je kunt de video's allemaal in volgorde bekijken, maar dat hoeft niet. Je kunt ze zeker ook gewoon apart bekijken. In deze eerste inleidende video geef ik graag een paar basisbegrippen mee die zullen helpen om de andere video's beter te begrijpen. Ik vertel zo meteen iets over AI en generatieve AI, natuurlijke taalverwerking, zelflerende systemen en neurale netwerken. Maar we beginnen dus met AI, met artificiële intelligentie. Volgens Van Dalen is AI het vermogen van een computer om gegevens te verwerken, waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd het menselijk denken na te bootsen. Anders gezegd beschouwen we AI dus als technologie die taken uitvoert zoals een mens, waarvoor je normaal ook mensen nodig hebt. Deze definitie zorgt er ook voor dat ons begrip van wat AI is, kan verschuiven. Vroeger werd een computer die goed kon schaken als AI beschouwd, omdat we het nog heel indrukwekkend vonden dat die computer zoiets kon. Nu zijn we dat meer gewoon en zou niet meer iedereen een schaakcomputer nog AI noemen. Naast de term AI horen we tegenwoordig ook steeds meer over generatieve AI, soms afgekort tot Gen AI. Hieronder vallen recente ontwikkelingen zoals de AI chatbots ChatGPT, Bing Chat en Bard, maar ook tools zoals DALL-E, Stable Diffusion of Midjourney. Het enige verschil met AI in het algemeen en generatieve AI is dat je met generatieve AI iets nieuws maakt, iets genereert dus. Dat kan tekst zijn, maar dat kunnen ook afbeeldingen zijn of zelfs geluiden. Aangezien mijn focus in deze video AI voor taal is, wil ik ook heel kort het begrip natuurlijke taalverwerking meegeven. In het Engels spreken we over Natural Language Processing, afgekort als NLP. Hiermee bedoelen we alle technologie die probeert om menselijke taal te begrijpen en te produceren. Een term die tegenwoordig ook steeds vaker in de media voorkomt is Machine Learning. In het Nederlands spreken we soms over zelflerende systemen, automatisch leren of machinaal leren. Meestal gebruiken we gewoon de Engelse term. Machine learning is een gebied binnen AI waarbij we technieken ontwikkelen om computers iets aan te leren. En er bestaan verschillende vormen van machine learning waar we niet dieper op ingaan, maar ik gebruik supervised learning even als voorbeeld om het wat duidelijker te maken. Bij supervised machine learning of gecontroleerde zelflerende systemen begin je met data. Je hebt een aantal relevante voorbeelden en die voorbeelden zijn gelabeld door een mens. Die voorbeelden worden dan getoond aan het systeem dat zal proberen om patronen te ontdekken om te achterhalen welke kenmerken bij welk label horen. Als dat goed werkt, kan je een nieuw voorbeeld geven aan het systeem zonder label en zal het systeem proberen om het juiste label te geven op basis van wat het geleerd heeft van die eerdere voorbeelden. Tegenwoordig worden voor machine learning vaak artificiële neurale netwerken gebruikt. Het is een manier om automatisch patronen te leren ontdekken, gebaseerd op onze eigen hersenen. Onze hersenen zijn opgebouwd uit zenuwcellen, die we neuronen noemen. En wanneer wij als mensen dingen leren, maken we verbindingen tussen die neuronen. Een artificieel neuraal netwerk is daarop geïnspireerd en wordt vaak voorgesteld zoals je hier ziet, met verschillende bolletjes die de neuronen voorstellen en dan verbindingen tussen die neuronen. Je hebt telkens een inputlaag, één of meerdere verborgen lagen en een outputlaag. Wanneer je meerdere verborgen lagen hebt, spreken we ook van deep learning. Zonder in te gaan op de technische details, probeer ik even te tonen hoe zo'n neuraal netwerk werkt. We nemen hier opnieuw het voorbeeld van supervised learning.
In het begin hebben we een neuraal netwerk dat nog niets heeft geleerd. We geven het een voorbeeld en dat voorbeeld wordt verwerkt tot we in de outputlaag een mogelijk antwoord krijgen. Is het antwoord fout, dan worden de berekeningen in het netwerk aangepast. Sommige verbindingen worden sterker gemaakt, andere dan weer zwakker, op basis van die feedback. En dit proces noemen we het trainen van het systeem. Als we dat vaak genoeg doen en met voldoende voorbeelden, dan zullen de voorspellingen van het neurale netwerk steeds beter worden. Veel machine learning gebeurt tegenwoordig met zo'n netwerken. De technologie bestaat eigenlijk al langer, maar we kunnen die nu pas goed toepassen omdat we de nodige data en rekenkracht hebben. Neurale netwerken kunnen goed werken wanneer je veel goede data hebt, maar ze hebben ook een belangrijk nadeel. Een neuraal netwerk is een black box, een zwarte doos. We geven veel data aan het systeem, dan gebeuren er allerlei berekeningen en op het einde van de rit krijg je output. Maar eigenlijk weten we niet wat daartussen juist gebeurt. Ja, we begrijpen op zich de wiskunde daarachter wel en we kunnen alle berekeningen achterhalen, maar we weten niet wat die betekenen. Nergens in dit systeem staan er leesbare regels. En dat is heel belangrijk om te weten. Deze systemen leren puur op basis van data, van voorbeelden en niet op basis van regels die mensen schrijven. En we kunnen de beslissingen van het systeem achteraf heel slecht interpreteren. Ik vat nog even samen wat we in deze video hebben besproken. We hadden het eerst en vooral over AI en NLP, een vorm van AI specifiek bedoeld om menselijke taal te begrijpen en te produceren. Dan heb ik verteld over machine learning en specifiek dan deep learning met neurale netwerken. Dat zijn dus die systemen die zelf die patronen leren herkennen op basis van data. Generatieve AI is een vorm van AI die zelf iets maakt. Soms is dat tekst, vandaar overlap met NLP. En de meeste generatieve AI, zeker de indrukwekkende technologie van de laatste tijd, is gebaseerd op neurale netwerken en dus een vorm van deep learning. Zo. Dat was veel terminologie voor een inleidende video. Het is natuurlijk niet nodig om meteen alles te begrijpen over al deze concepten, maar ze duiken steeds vaker op in de media en in ons dagelijks leven, dus ik hoop dat ik toch een paar zaken kon verduidelijken. Klik zeker door naar de volgende video als je meer wil leren over taaltechnologie.